Hoi, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Live Fly Forces. Ik heb weer een nieuwe video voor jullie. En dat is hoefverzorging. Ik ga Vivian's hoeven helemaal schoonmaken en mooi maken. Als eerste de benodigdheden en dat is zeep, hoefolie en wil je weten hoe je dat moet maken? Klik dan hier rechtsbovenin op de video en dan kom je erop. Ik gebruik een wasborstel van de Applejack en nog een wasborstel van de Action. En dit is ook een wasborstel van de Action. Dat is voor het afwassen, maar dat kan je ook voor de hoeven gebruiken. Maar die ga ik vandaag niet gebruiken. En een handdoek. Water. En een beker vol met water. Hoevenkwast. Hoevenuitkrabber. Dat heb je als laatste nodig. Het eerste wat ik ga doen is, ik ga de hoeven uitkrabben. En ja, dat ga ik dus allebei de voorbenen en achterbenen doen. Je gaat langzaam met je arm naar beneden en en je pakt zo'n hoef. Daarna krap je ze uit. Doe dit niet op de straal, want dat is een gevoelig plekje voor het paard. Dus in het midden krap je de hoef niet uit. En met het borsteltje van de hoevenkrabber kan je wel gewoon de hele hoef schoonmaken. Achterbenen. Als eerst poel ik ze even schoon, want we zijn net al buiten dit geweest, dus we zitten nog een beetje onder de modder. Als je nou een harder straal wil, moet je je vinger hier zo opleggen en dan gaat hij vanzelf harder. En dit doe ik dan ook bij alle vier de benen. Wat ik nu ga doen, ik pak mijn wasborstel en ik draai de kop eraf. Hier doe ik dan zeep en water in. Ik draai deze eraf. Hier doe ik wat zeep in. Zo, een klein laagje. Dan doe ik er water bij. Dan doe ik deze er weer op en dan ga ik schudden. Deze borstel is het zo, als je hier in deze fles knijpt, komt hier de water eruit. Dus ik maak nu de hoeven zo schoon. En ondertussen komt er dan zeepsop en water bij. Inmiddels ziet het er zo uit. De hoeven zijn een beetje bruinig van modder en zeepsop. En dan pak ik nu de blauwe wasborstel van... Action, die doe ik in de beker met water en dan maak ik zo de hoeven schoon. De zeepstof haal ik er zo mee af. Je kan ook gewoon een beetje water over de hoef heen gieten en dan gaat de zeepstof ook weg. Nu spoel ik nog even de laatste restjes weg. Zoals je ziet zit er geen modder meer op en zijn ze helemaal schoon. En als volgt maak ik met een handdoek de hoeven en de sokken droog. En dat doe ik bij alle hoeven. Nu zijn de hoeven droog en nu ga ik nog even met mijn zelfgemaakte hoefolie over de hoef heen. En dit is mijn hoefolie en ja, deze is niet meer de beste. Ik ga nog binnenkort een keer nieuw maken, maar hier moet ik nog even mee doen. En dit doe ik dan ook bij de achterbenen en bij de rest van de hoeven. En alle hoeven zijn gedaan, ze zijn nu helemaal schoon. En dit was mijn hoefzorging. Nou, en willen jullie nou ook nog een video zien over dat ik Vivian's sokken ga invlechten?
Klik dan hier in de poll op ja. Nou, en dit was dan de video. En tot de volgende keer. Doei!